Goed, de Ford Fiesta ST 2018 model. En ik moet zeggen, dat is best wel leuk. Want die 200 pk met 290 newtonmeter uit een 1,5 liter driepitter. Ja, je zou zeggen een driepitter is helemaal niks. Dat zit in een trutterschuddertje. En met de vorige ST liet Ford al zien dat het zeker wel een leuke auto kan zijn. En dat recept hebben ze eigenlijk nu alleen nog maar verbeterd. Laten we het even hebben over die 1,5 liter driecilinder die hiervoor in ligt. Dat is me wel een blokje hoor. Wat een fijn ding. Onderin mist hij een klein beetje, maar vanaf 3000 toeren pakt hij op en katapulteert hij gewoon naar een andere dimensie. Dat ding dat gaat als een terrein. Die 290 newtonmeter, dat maakt dit autootje. Je wordt gewoon in je stoel gedrukt als je hard optrekt. En dat is gewoon echt heel leuk. En vooral als je de bocht uitkomt, dan geeft hij even een trekje aan het stuur. Van, ik moet even mijn grip zoeken. Maar als hij dat heeft, dan gaat hij gewoon. Aan de buitenkant hoef je niet twee keer te kijken om te zien dat je hier met een aparte Ford Fiesta te maken hebt. Aan de binnenkant is het iets anders. Aan de buitenkant heb je een gigantische bodykit, gigantische velgen, een grote spoiler boven het achterraam. Binnenin is het wat beperkt met de ST-aanpassingen. Een ST-stuur, een ST-pookje, R-Caro-stoelen. En eigenlijk is het daar ook wel zo'n beetje mee gezegd. Ford vond het blijkbaar gewoon belangrijker dat de auto scherp stuurt, hard optrekt en sportief rijdt. En daar hebben ze gewoon groot gelijk in. Maar, en er is altijd een maar, als je voor zo'n klein krachtig pakketje gaat. Je moet wat inleveren en in dit geval is het op comfort. Vooral op het gebied van vering. Is gewoon strak. Ford heeft de auto een flink stuk lager gelegd en een stuk strakker op de weg gelegd. Op hoge snelheden heerlijk, op lagere snelheden iets minder leuk. Dan rammel je nieren nog wel eens uit. En ja, dat moet je maar fijn vinden. Hetzelfde geldt voor de Recaro-stoelen. In eerste optiek lijkt het natuurlijk helemaal geweldig om race-stoelen in zo'n klein bommetje te hebben. En dat is het ook, want ze houden je echt perfect op je plek. Alleen voor iemand met een wat dikkere reet, net als ik pas er net niet tussen en er is geen manier om die onderkant bij te stellen. En dat maakt het ja, voor langere ritten gewoon een beetje oncomfortabel eigenlijk. En voordat je denkt dat ik deze Recaro stoelen aan het afzeiken ben omdat ik een dikke reet heb, is helemaal niet zo. Ze zijn echt wel een beetje smal aan de onderkant. Heb ik van meerdere mensen gehoord die erin zijn gaan zitten. Maar daarvoor krijg je ook wel een hele fijne, stevige zitpositie terug. Is deze Ford Fiesta dan het ultieme pretpakket? Ik denk het wel. In ieder geval komt het heel erg dichtbij, want hoe vaak vind je een heel klein autootje met 200 pk waar je ook gewoon nuttig gebruik van kunt maken? Je kunt hem in de bochten slingeren, je kunt hem de bocht uitslingeren, je kunt keihard optrekken, je kunt keihard remmen. Het sportieve gedrag verzekerd. Je moet wat inleveren op comfort. Ja, dat is iets wat gewoon eigenlijk altijd moet met zo'n sportwagen. Dus dat, kun je dat als een minpunt benoemen? Ik denk het niet. Het enige minpunt wat ik vind is de prijs. Die is redelijk riant voor de Ford Fiesta. Deze die we hier hebben is dan heeft wat opties en is 36.000 euro. Ja, vind ik een flinke hap geld voor zo'n klein autootje. Maar als je ja, het geld hebt en een speelgoedwagen zoekt, look no further.